Linda, en dan is het opeens de laatste uitzending vanuit Kopenhagen. Ach, wat jammer. Snel gegaan? Het is heel snel gegaan. Jeetje, wat hebben we ontzettend veel gehoord. Ik ben ontzettend onder de indruk. Al die verhalen over kinderarbeid, over de platformeconomie. Als bedrijven erachter komen, die iemand lid is van de vakbond. Dat het algoritme er dan voor zorgt dat die mensen geen opdrachten meer krijgen. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg geïnspireerd door alle mooie voorbeelden. Dat zou mijn volgende vraag zijn geweest. Deze laatste uitzending willen we veel mensen aan het woord laten. Dus het zou wel eens een long read kunnen worden. Of een lang filmpje met veel mensen. Maar we denken wel dat we willen graag veel mensen aan het woord laten. Ook mensen uit de delegatie. En dat gaan we doen. Tuur, je was vaak als eerste van de delegatie in het congresgebouw. Wat deed je? Ja, dat is allemaal geregeld achter het scherm. Dat heet de zogenaamde Standing Orders Committee. En dan deal je met standing orders, dus allerlei regels die ter discussie komen te staan, maar vooral met heel veel amendementen. Dus eigenlijk alle amendementen die zijn ingediend op het congres, die hebben we daar eerst voor besproken. En in plaats van dat het secretariaat van de ITUC daar een pre-advies over geeft, gebeurt zo'n pre-advisering in het Standing Orders Committee. En dan hoop je, dan hoop je dat de discussie in het congres zelf minder lang hoeft te duren. Dus dat zijn eigenlijk de achterkamertjes waarin het eigenlijk geregeld wordt. Zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Voorbereid wordt. Maar gelukkig ben je niet alleen achter de schermen geweest. We was ook voor het scherm vanmiddag bij ons side event van de FNV. Over de platformeconomie of de gig-economie of de taakjes-economie of noem het maar. En platformeconomie komt op allerlei manieren, op allerlei plekken in onze samenleving voor. Hè. Denk bij ons, we hebben natuurlijk de Riders Union gehad, die de fietsers van Deliveroo heeft georganiseerd. Maar je hebt Uber en je hebt Hielfling, dat is een platform voor schoonmakers hier in Denemarken. En we hadden een aantal van die verschillende zaken uit een aantal landen, vier landen, die hebben daar gepresenteerd hoe zij tegen de platformeconomie aanlopen. En wat zij kunnen doen om dat te organiseren en hoe ze dat hebben aangepakt. En het was heel interessant. En daarnaast hadden we een professor die meer een wetenschappelijk onderzoek had gepresenteerd. Ook interessant, op een ander niveau? Het was zeker interessant, want dan laat zien hoe snel die platformeconomie groeit. En wat de impact is van die platformeconomie ook op onze gewone economie en op onze gewone arbeidsvoorwaarden. Ik ben hier samen met een bestuursgenootje heen en ik ben dus de jongste van iedereen. Maar het is wel heel tof om ook heel veel andere jongeren te ontmoeten uit zoveel verschillende landen. En noem eens een van de highlights van de afgelopen dagen. Een van de leukste dingen die ik zelf heb gedaan is dat we gisteren bij een bijeenkomst zijn geweest over LHBTI+ mensen. Waar we ook hebben geleerd over de strijd rond dat onderwerp van heel veel andere mensen uit andere landen. Omdat dat natuurlijk nog vaak een hardere strijd is dan in Nederland. Very proud to have in our studio today Sharon Burrow, the new elected Secretary General of the ITUC. Congratulations. Thank you. The main issue of this Congress is change the rules. How do you think the workers worldwide are going to change the rules? Well, let me say hello to the workers, the working men and women of the Netherlands. The FNV is a great trade union. And I know with your sister union, the CNV, that workers in the Netherlands are actually well represented. So I would say to you that if the model of global economy has failed, and it has, we have not seen the profits of that world, three times richer in the last 20 years, delivered to workers, then we need to build the workers' power. We need to grow the movement so we can not only operate effectively in the country as you do, but indeed worldwide in the interests of workers. We need new rules, a new social contract, and we need to build a new economic model. So the ILO is critical in terms of the future of work and the framing of rights and standards that we need to make sure are there for the future. We do believe you can have fundamental rights, minimum living wages, collective bargaining, and of course social protection for all workers. But we need more than that. We need just transitions as we see our societies and our economies shift because of the big global shifts that are climate, indeed technology, and the displacement of people at historic levels. We have the power as working people. We are the biggest democratic force on the planet, but we need to build that power and we need to make sure we use it to bargain or indeed fight for where you can't bargain through social dialogue for changing the rules.
Wat mij wel op is gevallen, dat we vechten hier met name allemaal voor één ding. En dat is verenigen van met elkaar. Want ja, we hebben elkaar gewoon helemaal mondiaal nodig. En met name de vakbondskracht moet weer gewoon toenemen. Je ziet dus dat het niet alleen in Nederland is dat de georganiseerdheid qua de graad van vakbonden afneemt. Maar met name gewoon in allerlei landen. En gisteravond waren we uitgenodigd in het prachtige stadhuis hier in Kopenhagen. En daar was even buiten was er een demonstratie ook. En het... Nou, daar zie je dus ook mensen van overal vandaan. En daar was Penny uit Australië. En die stond als vakbondsleider, die stond daar de mensen echt kracht bij te zetten. En ja, dat is gewoon een hartverwarmend kippenvelmoment. Maar hier zijn heel veel vakbondsorganisaties natuurlijk leden van de ITUC. En als mondiaal hebben we samenwerking met heel veel vakbonden. Dus het is sowieso een plek waar ik iedereen ontmoet en waar iedereen ook naar mij toe komt om te vragen van of we iets samen kunnen doen, bijvoorbeeld met de vakbeweging in Colombia, om de sociale dialoog te bevorderen. Wat ik verder doe is, ik ga vaak naar de bijeenkomsten van het Trade Union Development Cooperation Network. En dat zijn allemaal lidbonden van de ITUC die zich bezighouden eigenlijk met de rol van de vakbeweging in ontwikkelingssamenwerking en speciale SDGs, de Sustainable Development Goals. Dus dat zijn de doelen die we wereldwijd met z'n allen hebben afgesproken om in 2030 te bereiken. Dus dat is minder armoede, maar ook beter werk voor iedereen, minder ongelijkheid. En dat gaat erover hoe wij als vakbonden daar ook invloed op uit kunnen oefenen en dat we ook betrokken zijn bij dat proces. Goedemorgen. Deze week brengen we 5 verschillende dagen de zo. Nee, we gaan het gewoon proberen. We kennen de hele ochtend. Oh, that's a great story. Thank you so much. Thank you. Thank you. Can I say one thing more? Yes, please. So, when we were advocating for this waste speakers, that they should be covered by the policy and these rules. So, FNB really helped us, support us to fight a case in the High Court, and we got a very good judgment. So, thank you for that. I'll pass it on at the office. Thank you very much. Thank you. Super gaaf natuurlijk om zoveel mensen uit zoveel verschillende landen te ontmoeten. Ook heel tof dat er zoveel jongeren zijn. Er zijn ook best wel wat boomers, maar gelukkig worden we ook goed gerepresenteerd. Boomers? Ja, gewoon de babyboomers, de wat ouderen. Maar het is natuurlijk super belangrijk dat ook het jongere geluid wordt gehoord. Nee, ik doe het voor het publiek. Als ik het niet zeg. Man, ik zou het ook niet. Er zitten veel grapjes in van jou. Zo niet het grapje. Nogmaals, excuus, kijkers thuis voor de grappen. Dat ik probeer luchtig te houden. Eén keer. Kom aan, we hebben hier 2 topmensen van de vakbond. We verspillen hun tijd. Doe het nog even. Beste mensen, de laatste. Vanuit het ITUC-congres in Kopenhagen presenteren we deze week 5 dagen lang het vakbondsjournaal. Dit is Linda Vermeulen, ik ben Guus Staats en we praten jullie deze week door de week heen. Heb je niet zin? Nee, omdat je... Was je uitgezocht? Dit is... Sorry, ik ga er geen grapjes maken, heel serieus.